Ramis, ik zei tijdens het radioverslag, je hebt spelers die geven een visitekaartje af en je hebt spelers zoals Ramis Rookie die gewoon een boek aan de trainer geven. Ja, bedankt voor het compliment. Ik probeer gewoon alles te geven en als het er dan zo uitkomt, ja, dat is voor mij ook heel lekker, denk ik. Het is wel een geweldige wedstrijd met ook een geweldige goal. Je was er ook naar op zoek, want een keer eerder werd hij geblokt, maar hij zat er wel heerlijk in. Ja, zeker. Kelvin legt hem echt perfect op de juiste snelheid terug. En dan, het moment dat ik hem raak, voel ik al wel van deze hangt. En je ziet hem dan de goal ingaan. En dan met deze sfeer, hoe het stadion losgaat, dat is geweldig. Beschrijf eens wat er dan ook gebeurt, hè? Want je zit in een fase waarin je in Europees verband hebt gespeeld, nu 2 keer een geweldige wedstrijd hebt afgeleverd in de competitie. Daar wisselt de trainer nog wel eens daarin. Hoe is dat voor jou als je dan die bal zo binnen ziet vallen, een geweldige wedstrijd speelt en het stadion zo tekeer ziet gaan? Ja, prachtig. Zo'n sfeer op een Europese avond. Ik hoorde altijd al wel dat het echt gek kan zijn. Tegen Celtic was het al mooi, maar ik denk dat het deze avond wel echt top was. En ja, dat geeft kippenvel. Het moment dat je het veld al opkomt, ik heb het met Stenks vaak over. Dat blijft kippenvel als je in de Champions League het veld opkomt. Ja, en als je dan met 3-1 wint, met deze sfeer, zo'n wedstrijd met z'n allen op de mat legt, ja, dat is een geweldig gevoel. Als je van tevoren tegen jullie had gezegd van, jullie gaan domineren, jullie gaan Lazio tegen de muur aanzetten, er komen 3-0 voorsprong, dan had je me misschien wel voor gek verklaard. Ja, kijk, wij hebben het vertrouwen. Dat we weten dat als wij de dingen doen die we moeten doen, dat niemand zomaar van ons gaat winnen. En dat hebben we vandaag gedaan. Maar ja, als je uiteindelijk met 3-0 voorkomt tegen zo'n ploeg, dan is dat wel, wel bijzonder, denk ik ook. Wat maakt het nou juist dat jullie zo dominant waren? Vooral in die eerste 45, misschien de eerste uur. Dat je zo dominant bent en echt Lazio zo ver terug weet te dringen. Ja, in eerste instantie het tactische plan wat we voor ogen hadden, dat klopte gewoon. We wisten mij ook best wel vaak vrij te spelen en vanuit daar kwamen we aan het voetballen toe. En ja, gewoon wat we brengen, zoals bij Atletico uit, de lef, de durf om te voetballen. Dat is waar het mee begint. En als je dat doet, ja, dan kan je uiteindelijk tot momenten komen. En dat hebben we gewoon goed gedaan vandaag. Je zal ook merken dat er heel veel spelers zijn, waar jij er ook een van bent, die altijd, die ondergrens, die gaat steeds verder omhoog. Dus er zijn nooit spelers die heel erg door het ijs zakken. Nee, klopt. Ik denk als je met z'n allen, zeg maar, alle jongens die op het veld staan, de hele wedstrijd door, echt alles geeft, 100%, en je houdt aan je taak. Ook al zit je er als individu soms misschien niet zo lekker in, de anderen nemen je dan wel weer mee. En dat is ook een kracht. Maar ik denk dat vandaag niet iemand door de ondergrens is gezakt. Iedereen was op een mooi niveau. Absoluut. Laatste wat ik nog aan je wil vragen. Je wist dat je van tevoren deze wedstrijd echt moest winnen om mee te blijven doen voor overwinteren in de Champions League. Het is ook wel bijzonder om te zeggen, Feyenoord in de race om te overwinteren in de Champions League. Ja, dat is natuurlijk een doel. Het is mooi, we willen het, maar we zijn er nog lang niet. Maar deze helpt wel.